vrij mooi. Hands off the boobs. Girl power. Dat heb ik nog nooit gezien. Goedemorgen. Hier ben ik weer met een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag voor mij. Is het dinsdag? Ja, ik denk het, omdat het dinsdag is. En ik ga vertrekken naar Celine. Want we gaan worky doen. Ik ben deze morgen al naar de fitness geweest. Very proud of myself. Dit is mijn outfit trouwens vandaag. Ik heb een trui aan van de Zara. Je ziet mijn Levi's t-shirt erdoor. Maar ik ben van plan om zelfs t-shirt aan te doen van Totally Too. We hebben leuke nieuwe t-shirts binnen. Ik denk dat die wel online staan. Nu, denk ik. Ik zal ze zelfs misschien laten zien als ik eraan denk. En dan heb ik... even mijn schoenen aan doen. Een broek aan van Lidl, van de Heidi Klum collection. En Lidl en skinny. Ik vind dat die echt super mooi is en super goed zit. Dat is de eerste keer dat ik die aandoe. En dan heb ik mijn sneakers aan van Totally Too Cars. En dan ga ik nu vertrekken. We gaan een deel nieuwe collectie vandaag weer online zetten. En deze avond gaan Sam en ik ook nog weg naar twee YouTubers. Naar Jolien en Jenno. Ik weet niet of jullie die kennen of volgen. Ik zal alleszins hun account hieronder linken. Ik ga deze trui ook meenemen. En ik wil mijn gsm hier afgaan. Ik weet... Oh ja, mijn gsm zit in mijn broekzak. Ik wou zeggen, ik weet niet waar mijn gsm is. En dat is Celine. Celine heeft haar eigen... geluidje. Eens kijken. Oei, het blijft komen. 4 berichten. 5 berichten. Oh ja, oké. Okay. Het gaat over onze feed op Totally Too. Het moest blijkbaar een quote zijn. Maar die zijn vergeten te posten. We hebben een andere foto gepost. Oh god, mijn handen zijn zo vol. Dag katjes. Oh, snel eens checken als iedereen er is. Ja, want ik had gisteren blijkbaar Muffin opgesloten in de badkamer. Kei zielig. Ik voelde mij echt heel erg schuldig dat ik dat had gedaan. Maar nu zit ze allemaal in de living. Oké, ik ga vertrekken. Tot zo. Ik ben ondertussen al even bij Celine en we hebben de nieuwe collectie geshoot, zoals dit golfje en dit t-shirt. Hands off, hands off the boobs. En we hebben ook nog pyjamatjes en zo, die liggen daar, maar die staan nu allemaal online. Dus op totallytoo.com kunnen jullie het zien. We zijn ook ondertussen een printer aan het bestellen, want de printer heeft het begeven. En we hebben toch eentje nodig voor op ons kantoor. Dus dat zijn we nu nog aan het doen. En dan gaan we de nieuwe collectie online zetten. Ik ben terug van bij Celine. Het is ondertussen 6:30. En Sam is ook terug van het werk. We staan hier aan de winkel. Omdat Sam is nog snel binnen een bloemetje halen. Ik ben in de auto gebleven, want ik ben aan het rijden. En ik sta ergens... Ja, zo... voor een garage, dus ik heb met mijn vier pinkers heb ik opstaan dat ik kan wegrijden als er iemand komt. Ja, Sam is nog een bloemetje halen, want ik wou nog een bloemetje meenemen. Een flesje wijn had ik al voor Jenno. Dus Sam is nu nog snel een bloemetje halen. Ik hoop dat hij een goed bloemetje kiest. Ik zei, pak maar zo'n mooi boeketje of zo. Ik ben benieuwd wat hem gaat meebrengen, maar ik denk het wel dat hem... iets goed gaat kiezen. Let's hopen. Daar is hem ze. Amai, dat is kei snel trouwens. Ik ben benieuwd wat hem bij heeft. Oh, tulpen. Oh. Oh. Tulpjes, goed? Ja, kei mooi. Tulpjes! Yeah. Ik vind tulpen echt... Wat? Ik had niet gezien. Ah, ik had niet door dat ik aan het spelen was. Oh. Dat is kei mooi, tulpen. Speciaal tulpen zijn... voor, niet voor. Nee, voor Jolien. Tulpen zijn mijn lievelingsbloemen. Ik hou echt heel veel van tulpen en zo'n mooie kleur. Oké, op naar Lille.
We moeten, hoe lang moeten we rijden? 42 minuten valt nog wel mee eigenlijk. Tot zo. Wij zijn aangekomen! Hey! Hi. We zijn bij Jolien en Jenno. We hebben een hele... Net niet. Dat staat erop. Ga je een glaasje eten? Oh, dank je. Ah, is het net niet overgelopen? Nee. Dank je. We hebben een hele rondleiding gehad van hun zaak beneden. Ik heb, zoals ik al zei daar straks, ik zet alle info onder in de beschrijving. En ook hun YouTube en zo. En we hebben ook een hele rondleiding van het huis gehad. Echt super mooi. Van een uur, dank je. Ja, maar ja, dat is hier ook echt mega groot. Dat is echt super groot, ja. Dat is hier echt heel groot. Mooi, ja. Dat is echt super gezellig. Echt heel gezellig. Hey, we gaan er iets tofs van maken. Ja, inderdaad. Even ontspannen. Een gezellige avond. We hebben sowieso weekend heb trouwens. Probleem? Ik heb een probleem, ja. Hoezo? Ik moet naar het toilet, maar ik weet niet welke wc van mijn hond. Je mocht kiezen. We hebben er vijf. We hebben u nog twee niet laten zien eigenlijk. Ja. Ja, beneden hadden we er ook nog een paar, maar die hebben we niet laten zien. Hè. Als we Sam dus binnen een uur niet terugvinden, dan is het de regel. Ching! Dat was ik trouwens aan het denken, de muziek die Jenno, ik gok dat Jenno dat heeft opgezet, is ook uw oude rock muziek. Nee, niet allemaal. Nee? Ja, het is... Maar dit wel, hè? Een beetje van alles, disco en zo ook. Ja? Ja, wat erin staat. Ik heb nog niet de goede opgelet, maar sommige liedjes dacht ik, ah, dat is wel Sam's ding. Ja, ik heb het deze morgen, ben ik terug begonnen met de classic rock. De luisteren aan. Ah. In voorbereiding voor Amerika. Ja, als hij met mijn papa is. Oh ja. Dan gaat hij altijd zijn. Ze hebben trouwens echt super veel werk erin gestoken. Amai. Het zit er echt mee. Ja, jullie moeten straks ook gewoon mee helpen afwassen. Ja, ja, maar dat is goed. Dat hebben we er wel voor over, hè. Ja. Geen probleem. Amai, zalig. En ik heb ook nog wortel nog iets gehad, maar dan een keer terug naar wortelen. Ja, maar moet ik helpen? Nee, dan ga ik mee. Oké. Ik wil zo helpen met iets te dragen. Maar goed, dat kan wel. Ja, hey, maar die hapjes. Ik zit al bijna vol. Wil je eten? Ja. We hebben hier het nieuwste. Kent je het? Nee, ik ken dat niet. Hier kun je dus een fles mee openen. Dus wat? Op deze manier, dus je prikt het erin. Hè? Wacht, hè. Prik het erin. Ja. En dan doet je lucht in de fles. Waardoor dat de stop. Oh! Oh joh, wat? Dat heb ik nog nooit gezien. De makkelijkste manier. Dat is echt. Kurksmaak. Ah ja, nee, ook al. Of geen kans dat je kurk kapot gaat. Nee, dat heb ik soms wel. Dat er zo. Gewoon doorheen en dan. Het en van waar heb je dat? Dingen. Tupperware, nee. Nee, AliExpress. Kent je dat, AliExpress, zo, ja. Stel dat nu, ja. China. Nieuwjaar 2018. Ja, nee, dat kan soms wel lang duren, ja. Bij nieuwjaar 2018. Als je dat nu besteld, dan hebben we inderdaad binnen een paar maanden, twee, drie maanden. Maar als je gewoon flessen openen ook zo. Och. Ik wou toch pas iets op AliExpress bestellen, dus. Dat is waar. Dan kunnen we dat ook erbij bestellen. Ik zal je eens erbij laten proeven, die komt ook van AliExpress. Ik ga proeven, hè. Dan is het goed. Ik zit er veel uit voor deze fles. En zo gorrelen, hè. Daar gaan we uitspelen. Ja? Very good. Heel druiverig. Een druiverig. Oei, dat is nooit goed. Weet het, jawel. Ja. Mocht het druiven. Heel zoet gedaan. Nee, nee. Niet druiven dus. Zoet, hè? Is zoet. Ja, ik vind die net te zoet. Ik drink graag een droge wijn eigenlijk. Mm. Maar ik vind hem zoet, maar niet te zoet, vind ik. Lekker. Zal wel goed zijn. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. We zijn ondertussen spelletjes aan het spelen. Het is trouwens al
Het is al 11:30. We zijn nog steeds hier. Ja, voor ons is het weekend. Dat is eigenlijk wel raar. Ja, dat is raar. Jullie werken morgen niet. Nee. Ja, wij wel. Allee, ja, Sam vooral, heel vroeg. Ik kan wel iets langer blijven liggen, dus ja, dat is wel sappig. Ja. Het is ook wel super gezellig gewoon. Dus maar het is gewoon echt wel fijn, hè? Ja. Ik heb ook wel echt een goede tijd. Ja, ja, het is echt wel tof. Alright. Dus we gaan nu, meisjes, ja, tegen de jongens spelen. Ja. Daar en daar. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gaan, want ja, jullie kennen elkaar pas vanaf vandaag. Ja. Wij elkaar al iets langer, maar toch, dat is niet hetzelfde als dat je partner kent. Nee, dus zeker. Maar wij gaan ervoor, hè, Julie. Ja, we gaan beginnen! Girl power! Girls for the winner. Just you win. Sam en Jano zijn gewonnen, hè. Duh. Ja, tuurlijk. Wij zijn dikke verliezers, hè. Ja, en ik haat gewoon verlies. Ik ben zo'n slechte verliezer, ja. Ja, oké. Okay. Ik heb het nog wel... Okay. Ja, hij gaat ze nu hele nacht wenen. Ja, maar ik kan haar goed posten, dus dat Dat is goed. Voilà. Maar jullie hebben wel gewonnen. Ik vond echt wel dat ze een goed team waren. Ja, voor de eerste keer en om elkaar zo kort te kennen, jullie waren wel een top team. Ja, jullie hebben dat goed gedaan. Echt, jullie voelden elkaar keigoed aan. Ja. Oei. Nu gaan we lekker dicht met ons vier. Oh, wauw. Kijk, lange arm. Ik dacht dat ik al een lange arm had. Jij wint, sorry. Ja. Zoals ik zei, al hun informatie staat beneden, hier, in de description box. Allemaal met handjes. Geef hun een follow. Ga ook zeker iets leuk nalaten in de comments, op hun video's. Als je nog niet geabonneerd bent op hun, dan moet je dat eigenlijk ook nu eigenlijk al eens doen. Natuurlijk. Maak daarvoor een speciaal een YouTube-account aan, als je dat nog niet hebt. Dat kost of niks. Gewoon en dat is gewoon een Gmail-account. En je krijgt gewoon altijd een melding en zo, dat is tof. En je kan reactie plaatsen waar je wil, dus gewoon even maken. Gewoon zeker doen. Ja. Het is ook gratis, hè, mensen. Just do it. Just do it, hè. Allee, we gaan nu de vingers in de neus steken. Ja. Je weet het, hè? Twee vingers in de neus. Stel dat ze de duimpjes omhoog. Wij zien jullie morgen!